Het Wilde Westen was echt daar. Thomas heeft het op het nippertje niet gehaald. If you can beat them, join them. 27. Dan ben je of gewoon een hele brutale kandidaat, of je bent de mol. Ik deel direct met hem dat Emanuelle een verbondje met mij heeft aangevraagd. En vervolgens zegt hij doodleuk tegen mij in de hotelkamer. Oh, trouwens, ik heb sinds gisteren ook een bondje met Emanuelle. Ik begrijp eigenlijk niet dat ik hier nog zit. Want ik heb gewoon 4 keer Sigrid als mol gehad als einde van de test. Ik begrijp niet dat ik erdoor ben, dat zij nu weg is. Ik vind het eigenlijk onverdiend. Sigrid was mijn nieuwe bondgenoot, nu Roos weg was. Dus ik hoopte natuurlijk dat zij ook een groen scherm zou krijgen. En bam, het scherm wordt rood. Wow. Die had ik niet helemaal aanzien komen. Dit was een horror scenario. Sigrid en ik, we waren echt goed bezig. We hadden een ongelooflijk goed bondje. En toen kwam die dag waarop ik dacht, ja, maar wacht even. Misschien is zij wel de mol. En ik heb dat bondje gemaakt met Emanuelle. En het meest stomme wat ik had kunnen doen, dat heb ik gedaan. Ik heb haar meteen zoveel vertrouwen gegeven dat ik haar ook meteen de naam waar wij op zaten gegeven hebben. En vervolgens, het eerste wat Emanuelle doet, die gaat een gesprek aan met Sigrid. Dus die wurmt zich tussen ons in. En ik vrees dat Emanuelle Sigrid heeft kunnen overtuigen dat ik de mol ben. Halverwege onze reis lijkt het wel alsof de groep helemaal opnieuw moet beginnen. Bijna de hele pot in rook opgegaan. En met Sigrid is na Roos de tweede verdachte kandidaat op rij naar huis gegaan. Het lijkt wel alsof de mol zich onzichtbaar kan maken. Of alsof juist de groep blind is. Misschien brengt de historische tocht die ze staat te wachten wat helderheid. Het is tijd voor het avontuurlijkste gedeelte van onze reis. Back to basics in de ruige natuur. Ja, dat was eigenlijk het plaatje waar we al heel lang over hadden gespeculeerd met z'n allen. Als het ging over het Wilde Westen, dan moeten er natuurlijk paarden aan te pas komen. Kan je met paarden omgaan, Jochem? Ja. Serieus? Nee, hoor. Zie je dit dan weer wel? Jij, Sanne? Nou, ik zie regelmatig paarden vanwege mijn dochter, maar ik weet niet of ik met ze om kan gaan. Oh.
Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie staan aan het begin van een bijzondere en avontuurlijke reis. Hierachter loopt de Oregon Trail. Ruim 3200 kilometer lang. Pad waar langs mensen van het oosten van Amerika naar het westen trokken, halverwege de 19e eeuw, op zoek naar beter bestaan. Zo'n 400.000 personen hebben dat pad gevolgd. Families, boeren, kolonisten, goudzoekers. Ze deden er 5 maanden over. En 1 op de 10 reizigers overleefde het niet. Jullie gaan in de voetsporen treden van de kolonisten. Met deze 3 wagens. 16 kilometer van die Oregon Trail gaan jullie afleggen. Jullie hebben tot morgenmiddag 1:30 daarvoor. Onderweg komen jullie opdrachten tegen. En daarmee kan geld verdiend worden voor de pot. En er kan volgens mij nog wel iets bij. Ik zie jullie morgen. Ik wens jullie een hele mooie reis. Ik zie jullie in het beloofde land. Waar gaan we slapen? Ja. Buiten, denk ik, of in de huifkar. In een tipi. 16 kilometer tot morgenmiddag. Nou ja, geweldig toch? Wat heel belangrijk was natuurlijk, van ja, met wie ga je die opdracht dan doen? Of in ieder geval, met wie ga je op een huifkar? 2 tallen maken dus. Ja. Wie dan? Ja hoor. Ja? Ik ga met Sanne. Girls. Top. Top. Top team. Ik ging met Thomas op de bok zitten. Dat had ook wel een beetje te maken met wat ik met Sanne had afgesproken. Namelijk dat zij de vrouwen in de gaten zou houden en dat ik dan de mannen zou doen. Dus vandaar dat ik dacht, nou, Thomas verdenk ik eigenlijk helemaal niet. Dus misschien is het wel goed om eens wat quality time met hem door te brengen. En misschien wel wonderbaarlijke ontdekkingen te doen. Oké, laten we vertrekken. Ja, dat was wel even een verrassing, want ik dacht, nou, daar komt een koetsier of worden op een of andere manier die huifkarren gereden. Maar we moesten dat zelf doen. We moesten zelf de huifkarren besturen en zelf gaan mennen. Bring it on! Ik en Jochem zijn wel huifkarmateriaal. Dus de nerd en de presentator gingen op de bok zitten. En die muilezels luisterden behoorlijk goed naar ons. Daar rechts de steen zien. Die, daar. Ja, die. Ja. Step up, boys. Het was fantastisch. Het was echt een soort meditatieve ervaring van, ja, je kan niet sneller dan dat je gaat. Je moet gewoon meegaan in het ritme van die paarden. Daar zit gewoon geen tempo in. Ja, ik snap nu waar de uitdrukking vandaan komt. Krakende wagens lopen het langst. Alles piept en kraakt. Heel veel grote, grove stenen. 2 van die hardwerkende paarden ervoor. Ja, alles gaat op en neer. Alles schudt, kraakt. Je hebt het idee dat die ieder moment uit elkaar kan vallen. Maar dat gebeurt natuurlijk nooit. Zo het gevoel dat die indianen van die witte paarden zo in één keer aan de linker of de rechterkant. Net op het moment dat ik bezig was om mijn fysiotherapeut op de speeddial te krijgen, kwam er gelukkig een opdracht. Ik dacht vanuit de verte toch echt wel te zien dat er wat doelen stonden met een bullseye. Ik dacht, oké, misschien pijl en boog. Maar daar aangekomen bleken het toch wel echt echte geweren te zijn. Met echte kogels. 22 mm. Dat bracht aan de ene kant opwinding bij mij teweeg. En aan de andere kant vond ik het ook heel erg eng. Er mocht geschoten worden. En dat op 6 schietschijven. Alleen schietschijven die niet gewoon zo stonden, maar die iedere keer op en neer gingen. Best wel ingewikkeld als je nog nooit geschoten hebt, zoals ik,
om dan ineens helemaal als een volleerd schutter in die roos te schieten. Dus ik denk, ik moet gewoon focussen op één zo'n doel. Het doel was om precies de roos te raken. En elke keer als dat zou lukken, zouden wij 100 euro krijgen. Nou, 6 kandidaten, 20 kogels de neus. Dat kan zo 12.000 euro worden. Schieten. Met echte geweren. Ik ben nogal links van het politieke idealistische spectrum. Misschien kun je mij zelfs wel een pacifist noemen. Maar ik vond dat schieten toch een potje leuk, zeg. Ik wilde gewoon raak schieten. Dat is zo leuk. Raken. Ja. Ik hoorde heel vaak een takgeluid. En dat wil dan zeggen dat je het bord geraakt hebt. Maar waar precies, dat kan je gewoon niet zien. Dus nou, je hoopte maar dat het de roos was. Ja, het was ook een opdracht waar je meteen zit te denken aan de mol. Ik ben ervan overtuigd dat we daar helemaal niets van hoeven te verwachten. Dus sowieso 20 schoten hebben we niet. Blijven er wel 100 schoten over. Laat de 1 op de 5 raak zijn. 20 schoten in de roos. 20 keer 100, 2000 euro. Hartstikke idee. Hij heeft het goed gedaan, hè? Ik denk het ook, ja. Het is belangrijk als je schiet dat je iedere keer dat tikje hoort. Pik. Dan weet je niet wat dat hij erop zit. Dat best wel vaak. Jongens, hoe ging het? Ja. Ja, wat leuk, hè? Ja, ik was wel een beetje aan het shaken, dus ik ging extra stevig staan. Ik dacht, ik wil, ja, het was echt... Geld verdiend, denk je, aan jullie kant? Ja, dat moet. Je ziet de inslag niet, hè? Je hoort, maar ik kan net zo goed in het zwart zitten natuurlijk. Ja, maar de tik is al fijn. En af en toe hoorde je ook zo... Ja, mooi, dat echt die cowboy. Ja, dat is een misser. Dat is een misser. Die komt nergens. Oh, dan hebben we heel vaak geraakt, toch? Ik hoor maar een paar keer views. Ja, weinig views, dus dat is goed. Ik heb het echt geprobeerd hoor, maar ik durf niet te beloven dat daar echt alleen maar bolzijs bij zit. Nee. Ik weet het niet hoe ik het gedaan heb. Ik heb geen idee. We hebben nog geen uitslag gekregen. Maar goed, naar aanleiding van mijn ervaringen bij de veiling, ga ik ook niet heel hoog inzetten op deze groep. Na het schietopdracht gingen we de groepjes even wisselen. Dus toen ging ik met Emmanuel op de huifkar. Ik had het idee dat hij nog even moest wennen. Maar ik merkte wel dat hij er echt super veel plezier in had. Hij riep echt om de 10 seconden. Hup, hup, hup boy, ha, gee, ha, gee. Hup boys, up. Oh. Kijk ondertussen ook even naar dit landschap. Hè. Hier gebeurt gewoon verder helemaal niks. Het is gewoon een soort kale weide. Bij ons heeft alles meteen een doel in Nederland. Hier is het gewoon, hier is het gewoon. Ja. Niets in de buurt of ook maar in het zicht duidt erop dat we in de 21ste eeuw leven. En je wordt er rustig van. En het enige wat we hoorden was het geratel van de karren en het stappen van de paarden. Het was fantastisch. De enige idee hoe ver we zijn al aan de route. Dat moest 16 kilometer. Er zit ook geen meter op, hè? Geen meter hoeveel we hebben afgelegd. Volgens mij hebben we nog maar 2 kilometer gehad. Ik denk iets meer. Oh, oh. 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 En dan komt het onvermijdelijke moment dat je toch besluit om ergens de zaak stil te zetten. Want er moet overnacht worden. Ik zou je best wel willen wakker worden. Ja, hier gaan we wonen. Mooi. Dit is ons plekje. Je ochtends. Een molhuis. Met dit uitzicht. Ongelooflijk. Het is toch een beetje brokeback, hè?
Ja, dit is Brokeback. Het is totally Brokeback, guys. Benemend mooi dit. Oh, wacht, zijn hier ook beren? Ja, dit zijn beren, ja. Ja. Dus ze doen niks. Ja, ze zijn nee, lieve beren. Want dat hebben ze afgesproken. Ja. Ik heb afgesproken met ze, ja. Van tevoren gebeld en dat ging ze niet. Echt. Ze zijn toch wel een mooi plekje. Ik vind het echt een heel goed plekje. Toen gingen we inspecteren wat er eigenlijk in de wagen zat aan kampeermogelijkheden. Oh, wacht. Oh. En ik dacht, we gaan een aantal tenten tevoorschijn trekken, maar dat was niet zo. Toiletpapier, pannetje. Kooltjes om een vuur te maken. Prettig. Afstandsbediening. Ik ben wel echt van het kamperen en ik heb daar heel veel ervaring mee, want ik heb 13 jaar lang scouting gedaan. Slaapzak. Luchtbed. Dus mijn hart ging helemaal open. Ik vind buiten slapen en buiten leven en in bomen klimmen en met de natuur bezig zijn vind ik helemaal te gek. Dus ik was dolgelukkig. Oh, we moeten zelf. Oh, jongens. Ik zal het laten zien. Wacht, haal die koffer er eens uit. Kijk. We have to make meal. Paprika. Oh, wat tof. Aardappels. Courgette. Wortel. Jutezak. Echt letterlijk met groenten erin, dus ongesneden toestanden. Ja, hier, dit is al prima, joh. Toch? Ja, even zorgen dat het vlak is, want anders rol je uit je bed. We hadden een mooie open plek uitgezocht om ons kamp op te slaan. En ik wist in ieder geval wel dat het prioriteitenlijstje wel belangrijk is. Het eerste is vuur. Met vuur kan je uiteindelijk eten koken, dat houdt nare beesten op afstand. Vuur is het allerbelangrijkste. Is het handig als we wat taken gaan verdelen? Zeker. Ik wil me graag opwerpen voor het vuur of het eten. Zullen wij dan beren vellen en slaapplekken gaan maken? We verdeelden heel snel met elkaar de taken. En ja, we begonnen gewoon een kamp op te zetten. Zullen we het vuur al aanmaken? Ik zou het doen. Stelling, hè? Ik zou het doen. Zo verrot dit hout. Ik hoop maar dat dit goed gaat. Ik hoop dat het houdt. Hierna ga je een carrière als comedian tegemoet. Zo is het. Laat het lachen met iedereen. Ik vond het wel leuk om te zien dat we nu echt even als groep samenwerkten. Omdat dat voor mij ook Wie is de Mol is. Als groep samenwerken om samen verder te komen en samen te kijken wie er eventueel mond. Nou, this is working. Tot nu toe heb ik slechtere plannen gezien. Maar iedereen was lief en rustig. En we hebben super snel voor mensen die niet zo heel vaak kamperen een heel prachtig campingterrein gemaakt. Emmanuel en Diederik hebben een vlot gebouwd. En houd voor elkaar. Hey. Als de zon goed komt. Dat is een flat school. Geen idee of dit. Ik merkte wel in het kamp dat we natuurlijk heel snel met z'n allen alweer naar een soort moment moesten om ja, dat huishouden te gaan laten draaien. Kijk eens. En dat liep eigenlijk wel prima. Het ruikt wel echt heel erg lekker. Het ruikt ontzettend lekker, ja. Goed gedaan, mannen. Yes, vuur. Er was geen spoor meer van boosheid vanwege die veiling en dat de pot leeg was. Iedereen had zoiets van, we zijn hier nu met z'n allen, we kunnen geen kant op. Laten we in godsnaam proberen om dat zo slim mogelijk aan te pakken. Dat Sigrid naar huis... Ja, dat was tot nu toe, vind ik echt, het meest dramatische moment. Maar ja, goed, het spel gaat door. Wat ik me afvroeg, hoe staat het met ons bondje? Ik, wat mij betreft, goed. Wat mij betreft, eigenlijk niet zo goed. Oké. Want je probeerde ook een bondje te maken met Sigrid. Ja, dat heb ik tegen jou gezegd. Ik heb tegen jou gezegd dat ik met haar ga praten. Heb ik tegen jou gezegd? Ja, maar... Heb ik gelijk tegen jou gezegd? Ja, maar gaan praten is dat iets anders dan ook een bondje maken? Ja, praten, bondje maken, geen bondje maken, dat staat mij vrij. Ik heb gelijk tegen je gezegd, ik ga ook met haar praten, want ik wil ook van haar informatie. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Dat je zegt van, goh, hoe zit je in de wedstrijd en wat is die Jochem voor een gast? Dat snap ik. Maar als je dan met haar ook weer een bondje maakt, ja, volgens mij werkt dat niet. Oké, dus als het voor jou het bondje eraf is, dan is het bondje eraf. Nee, het kan wel, alleen we moeten elkaar wel kunnen vertrouwen dan. Oké. Wat zou je dan doen dan? Ja, maar ze zijn het bekomst. Ja, nieuwe bondjes, dat zijn natuurlijk overgebleven. Nee, dat losers. Kijk, in
in principe, laat me het zo zeggen, we kunnen het bondje nu verbeteren en daar regels aan vastzetten. Ik heb echt waar een heel goed idee hoe wij heel hard in de finale kunnen komen. Ik weet dat heel veel mensen jou verdenken. Maar ik weet nu ook, met hoe ik heb gestemd, dat jij gewoon geen mol bent. Mm-hmm. Maar hoe heb je gestemd dan? Ik ben wel heel hard op Diederik gaan zitten. Hoe hard? Ik ben kamikaze op Diederik gegaan. Alles? Alles. Ik denk dat de twee weduwen, weduwnaar en weduwe, besluiten om een nieuwe relatie aan te gaan. Met hernieuwd elan. Het leven. Weet je, dus doe maar. Met de horens aan te vallen. Doe maar. Ik zat gisteren naast de veiling en ik heb hem constant in de gaten gehouden. Die jongen heeft een half uur zitten zweten. Terwijl we niet eens wisten wat er ging gebeuren. Okay. Hij heeft constant zitten zweten. Hij was heel erg nerveus. En er was geen enkele reden om zo bang te zijn. Tenzij je weet wat er komt. En tenzij je daarin goed wilt slagen met jouw actie. Tactiek wordt nu, ik ga gewoon met Emmanuel een nieuw bondje sluiten. Zij houdt alles precies bij. Zij houdt heel veel bij. Ik laat nog wel eens wat steken vallen. Kijk, ik ga goed staan, dat je goed in mijn bruine ogen kunt kijken. Ik ga jou niet naaien. Oké. Dan moet ik alleen straks kijken, als dat gaat zoals ik dan denk dat het zou moeten gaan, hoe ik dan aan het einde van die rit Emmanuel weer zou kunnen, laten we het netjes zeggen, verslaan. Het kalfje liep gisteren nog op die veiling. Oh, Tuzo. Oeh, kijk eens. Oh, kijk nou. Wauw. De rest komt er zo aan. Een cowboy aan, jongens. Ik weet niet of het art is. Nou. Hey. Hey. You've got mail. Oh, wow. There's something in here for all of you. Yeah. You should all choose something. And it's very personal. Thank you. Okay. All right, I got a long ways to go. Thank you. Thank you. Pony Express. Thank you. Wow. Kijk nou, hoe die rijdt, man. Dit was gewoon de Pony Express met 6 enveloppen. En op die enveloppen stonden cijfers, 1 tot en met 6. En de Pony Express meneer zei tegen ons, hierin zit een boodschap die voor jullie persoonlijk bedoeld is. Laat hem vooral niet aan iemand anders lezen. Oh. Gewoon... It's very personal. Gewoon één pakken? Ik zou graag nummer 6 willen. Eén, twee. Samen opmaken. You've got mail. It's very personal. 6 enveloppen en ik had nummer 3. En daar stond in dat de volgende dag, als we onze Oregon Trail zouden vervolgen, zou aan de rechterkant van het pad zich ergens een joker bevinden. En als ik die joker ongezien wist te pakken, was hij geldig. En als ik betrapt zou worden, was hij ongeldig. Well, top. I keep it personal. Je hebt geluk, je hebt de juiste envelop gekozen. Morgen zul jij op de Oregon Trail aan je linkerhand moeten kijken voor een joker. En als je hem ongemerkt kunt pakken, dan mag je hem houden. Langs de trail aan de rechterkant, nou ja, zou dan een joker te vinden kunnen zijn. You know, this is just a letter from my mama. And I'm gonna keep it to myself. I don't know what you're talking about. Where's the which letter? Envelope? Did you just put it in the fire, girl? No, that's for the dinner. I'm gonna put only the envelope. Okay, ik ga verder met de salade. Heel goed. Terug naar de orde van de dag.
In mijn envelop zat een briefje en daarin stond dat ik kans maakte op 2 jokers. Bye bye. Yes. Maar die jokers moest ik zelf nog maken. En niet in mijn eentje, maar iemand van de andere kandidaten had exact deze brief gekregen. En ik moest die persoon ontdekken, aanspreken en we moesten samen een plan verzinnen om die jokers te maken. Was je blij met je bericht? Jij? Ik ga het ook zeggen hoor, maar jij? Ja. Oh. Jij niet? Jawel, maar blij is een raar woord voor wat ik gelezen heb. Misschien mogen de anderen wel weten wat erop staat, maar niet wat het is. En bij jou? Ja, ga je nu alweer geheimzinnig doen? Ze gaan er nooit achter komen. Nee. Ik probeerde bij Sanne wel even wat los te krijgen, maar die deed heel geheimzinnig en wilde niks loslaten. Dus toen dacht ik, dan zal jij het wel niet zijn, want als dat wel zo is, wil je ook wel van mij iets weten. You have a nice message. Ik heb een topbericht. Oké. In mijn geval was het de opdracht om samen met iemand anders een joker te gaan maken. Oké. Vervolgens moest ik op zoek, en die anderen dus ook, naar een soort van jutezak waarop stond tools. Want die tools, die moesten we gebruiken om zelf een joker te maken. Dus ik ging verder in mijn eentje zoeken in de huifkarren naar dat zakje met tools erop. En toen stond in één keer Jochem naast mij en die zei... Ik ga je elkaar eens moeten kunnen helpen. Zeg je? Ik denk dat wij elkaar moeten kunnen helpen. Nou, toen dacht ik, ja, dat zou kunnen, maar ik ga het niet verklappen, want zo meteen ben ik betrapt. Denk je dan? Was er een jutezak met tools? Ja. Aha! Partner in crime gevonden. Daar gingen we. Toen zei ik, ja, dat klopt. Oké. Hoe gaan we dat doen? Laten we een beetje voorzichtig kijken. En als een van ons twee het vindt, dan, ja, dan gaan we aan de slag. We weten in ieder geval dat wij het zijn. Ja. Zonder dat iemand het in de gaten had, hadden we contact. Wij wisten dat we dezelfde opdracht hadden. En dat we dus zelf op zoek moesten naar de tools. En zelf ongezien die joker moesten maken. Hoe? Ik had geen idee. Is hij kwijt? Emmanuel? Moet ik helpen? Ik zoek een pompje. Een? Een pompje. Een pompje? Oh, nee, heb ik niet gezien. Olie, waar is de olie? Ik ben olie. Het is heel raar als je een envelop hebt waarin staat dat jij alleen een hint hebt om een joker te vinden. En je gaat er dan vanuit dat de anderen dat ook hebben. Maar die enveloppen hadden net zo goed niet gebeurd kunnen zijn. Het was allemaal gezellig, lekker koken, uitjes snijden. Ben je bezig, Sanne? Heb jij wat op of zo? Ik hou gewoon van kamperen. Volgens mij is, hoe heet het ook weer, Thomas? Bevangen door de buitenlucht of zo. Die doet echt heel raar. Ja, kijk nou. Hij doet echt heel raar. Nou. Holy mother. Jij moet misschien even een rondje rennen op dat gasveld. Ja? Ja, ga maar even weg. Ga maar even huppelen. Terwijl de anderen bezig waren met het eten en met het kampvuur, hebben we toch alles goed doorzocht. Alle 3 de huifkarren, maar wel jutezakken met bestek, met van alles en nog wat. Maar niet de jutezak met de tools. We konden het niet meteen vinden, maar we moesten ook natuurlijk heel voorzichtig zijn. Wat boodschap nu? Ik had ondertussen wel een zakje aan Tom zien hangen met 2 riempjes. En daar stonden zwarte letters op. Dus het zou kunnen zijn dat daar tools zou op staan. En dan hebben we ons zakje dus gevonden. En als ik het heb, stop ik het in mijn slaapzak. Dan gaan we 2 jokers scoren. Dat moet lukken. Het is nu echt heel belangrijk. Dat moet lukken. Dit gaat wel heel lekker zijn. Dat weet ik nu al. Misschien even proeven. Een beetje zout erbij. Peper erbij. Oh, die pan is gewoon leeg zo meteen. Het
mag gezegd worden. Het is delicious. Die had ik niet zien aankomen, dat we zo lekker zouden eten vanavond. Uit eigen keuken. Mm. Zonder appel moest ook lekker, hoor. Gewoon heel eerlijk in zijn. Kijk eens, jongens, de sterren komen tevoorschijn. Oh, ja. Ik kan zo lekker slapen. Oh. Ik denk dat ik dan allemaal jokers zie in plaats van sterren. En vrijstellingen. Het was één grote koepel van fonkelende sterren. Het was stilte en het enige wat je hoorde was natuurlijk. Nou, wanneer hoor je dat nou nog? Ik dacht serieus, we hebben zo'n enorme grote pot. Dat gaat nog ontbijt zijn ook morgenochtend. Oh, ik dacht dat je een pot geld bedoelde. Die nee, dat is een minuscuul potje. Nee. Waar is de pot eigenlijk? Heb jij hem bij? Ja, de pot is hier aanwezig. Oh, alle 1280 euro. Ja, ik heb hem nog even nageteld vanochtend. Even een aantekening van. Was je van snel doorheen, of niet? Met dat tellen. Dat is snel goed, maar hij is hier. Maar hoeven we geen telmomentje te hebben dan? Wat je wil, als je een telmoment wil hebben, dan gaan we het. Ik vind het gevaarlijk met dat vuur. Straks verdwijnen de laatste 1280 euro in het vuur. Ik vind het ook een beetje beschaamd om het weer te moeten tellen. Ja, ik vind het zo confronterend. Laten we dat wij zijn echt de allerslechtste groep aller tijden. Allerslechtste groep. En we dachten, onze hoogmoed is gestraft. Dat we de beste waren. Ja, maar heel erg stoer zijn over seizoen 17, want ze hebben goed. Oh. Misschien hebben we wel ontzettend vaak in de roos geschoten en hebben daar geld mee te weten. Maar dat hebben we, volgens mij. Volgens mij gaat het allemaal meevallen, jongens. We hebben nog een paar afleveringen. En wie weet wat er vannacht gaat gebeuren. Misschien slaap je al helemaal niet. Gekke opdrachten. Gaan we alleen maar opdrachten doen. Zoiets, ja. Ik en Thomas hebben afgesproken dat als iedereen in diepe rust zou zijn, dat we dan operatie Joker zouden gaan uitvoeren. Het gaat lekker, jongens. Tot morgen. Oké. Okay. Na een kwartiertje hoorde ik bijna iedereen al ronken en snurken. Dus toen dacht ik, nou, we kunnen het nu al best wel doen. Ondertussen had ik het brandijzer in mijn slaapzak gestoken. Dus toen stond ik op, heb ik heel stil mijn schoenen aangetrokken, heb ik mijn brandmerk meegenomen en heb ik Jochem wakker gemaakt. En toen begon de toch wel bloedstollend spannende operatie, want ja... het ijzer moest natuurlijk in het vuur, wat nog gewoon lekker aan het smeulen was. Niks gezegd, dus we hebben alleen maar met gebaren elkaar duidelijk gemaakt wat er moest gebeuren. Wachten. Oké, ijzer eruit. Ijzer. Op de nog blanco joker. Wachten. Nog langer, 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 langer. Ik zeg vooral rust, rust, rust. Geduld, geduld, geduld. Stempel eraf en dan stond het. De mol. Andere gedaan. Nummer 2. Niets gezegd. Alles in doodse stilte. Samenwerking was perfect. En ook de laatste was perfect. 2 jokers. En ik liep weer terug naar mijn bed. En toen zag ik ineens dat Diederik rechtop in zijn bed zat. Maar hoe lang? En wat had hij gezien? Maar toen ging hij weer liggen. Of hij heeft alles gezien en denkt nu, dat deel ik morgen wel mee. Of hij heeft gewoon helemaal niks gezien.
3 uur nadat we ingeslapen waren, werden we op een onchristelijk tijdstip wakker. Waarom? Er moest nog van alles gebeuren voordat we weggingen. Zullen we eieren dan gaan koken? De paarden moesten natuurlijk neergezet worden, aangespannen worden. We moesten een ontbijtje maken, dus we hebben eieren gekookt. We moesten natuurlijk de boel een beetje opruimen en ons klaarmaken voor het vertrek. Want we zouden weer doorgaan met de Oregon Trail. Ik heb dus niet koud gehad. Oh, echt? Hoe heb je dat gedaan? Nou, ik ben zoals met dit erin gekropen. Heb ik gezegd, jullie luisteren nooit naar mij. Het ontbijt ging heel goed. Toen ik wakker werd, stond het water al te koken voor de eieren. En we hadden cheddar cheese en wat broodjes en nog tomaat. Hey! Toen ik Jochem weer even heel kort stiekem sprak, deelde hij er wel zijn onrust. Want hij zei, volgens mij heeft Diederik wat gezien. Het kan bijna niet anders. Hij zat rechtop in zijn bed. Toen zei ik, weet je, laten we gewoon afwachten. Als we niks horen, dan is het gewoon gelukt. En als we wat horen, dan denk ik wel dat Diederik als eerste naar mij toe gaat komen. Dan ben ik toch een bondgenoot. Dus laten we gewoon afwachten wat hij doet. Als ik wat hoor van hem, dan krijg je het van mij te horen. Hoe is het eitje? Heel lekker. Mooi. Ik heb heerlijk ontbeten eigenlijk, met een broodje en een gekookt eitje. En toen zijn we maar gaan inpakken om door te gaan met de reis. Hey Jeannie. Oh. Ja. Nou, straks een stukje rijden. Eindelijk had ik een moment samen met Jochem, nadat hij mij had geconfronteerd met dat hij vond dat ik hem had verraden. Oké. Ik wilde dubbelchecken dat het goed zat. Ben je weer oké? Na gisteren? I'm oké, girl. Kijk, dit. Waar stond hij? Achter wie stond hij? Wat had hij aan? Wat at hij? Wat deed hij? Hoe rookt hij? Hoe snuift hij? Hoe... Alles. Van het begin? Vanaf het begin tot het eind. Ik heb nu een richting gekozen. En ik heb het gevoel dat ik de goede richting heb gekozen qua stemmen. Ik weet nu ook voor mijzelf dat ik hem wel wil en kan vertrouwen. Het was goed om even dat gesprek te hebben. Goed bezig. Goed bezig. Heel goed. Well, thank you, sir. Okay. Let's continue this. So I think we got a deal now. We did have a deal already. Boy, come on. Up. Het rijden ging goed. Ik heb Thomas zover kunnen krijgen om te gaan mennen. Dat had ook te maken met de post die ik gisteravond gekregen had. Want mijn opdracht was speur zoveel mogelijk de rechterkant van het Oregon Trail af op zoek naar een joker. Op mijn kaartje stond dat ik aan de linkerkant van de trail een joker zou kunnen vinden. Maar het was wel belangrijk dat als ik die joker op zou pakken, dat niemand anders dat zou mogen zien, want anders zou de joker vervallen. Dus ik moest een manier vinden om een beetje weg van de groep te komen. Dus ik had al vrij snel die ochtend na wat slaapgebrek ingezet dat ik heel erg misselijk was. Dus ik zei, Sanne, sorry, mag ik alsjeblieft even naast de wagen lopen? Nee, en ik kan het mezelf denk ik ook niet kwalijk nemen, want ik heb alleen maar zo gezeten. Was er aan die kant een prachtig uitzicht met valleien en bergen. En Thomas was helemaal lyrisch. Kijk nou hoe mooi het is. Ik zei, ja, prachtig. Ja, heel mooi. Maar het heeft me niks opgeleverd. Ik heb ook geen idee waar ik de mis in ben gegaan. En dat is heel jammer, want ik had heel graag mijn joker willen hebben. Op een weide midden in het bos. En daar stond Art op ons te wachten, die een nieuwe opdracht had. Goedemorgen.
Morgen. Goedemorgen. Morgen. Morgen. Mooie frisse ochtend is het. Ja. Jullie hebben zo te zien een zware nacht achter de rug. Korte. Ja. Ik zag heel veel borden en posters staan van rodeo-wedstrijden. En ik dacht, oh jongens, dit wordt er eentje. Dit gaat niet goed, want als we dat moeten gaan onthouden... korte geheugen van mij is niet lekker. Het goede nieuws is dat jullie bijna bij de eindbestemming zijn. En dat er hier geld te verdienen valt. Hier op deze grazige weide staat zo'n beetje de hele rodeo-geschiedenis van de Verenigde Staten afgebeeld in 130 posters. Ik ben op zoek naar één kandidaat met de gave van het woord. Vrijwilliger? Sanne? Ja, jij denk ik. Ja, of Sanne inderdaad. Ja, ik kijk zelf naar Diederik, maar... Zullen we rock, paper, scissors doen? Klassiek? Hey, hey, ha. Hey, hey, hey. Bam. Diederik. Volgens mij toch? Klopt wel. Ja. Check het maar even. Kom maar mee. Iemand die verbaal begaafd was, mocht apart. Nou, dat is bijna iedereen bij ons, maar het werd Diederik. Nou, daar was ik helemaal voor. Diederik, dit zijn 10 duplicaten van posters die daar hangen. Als jij ze goed weet te omschrijven, kunnen de anderen de juiste posters vinden... en de envelop die aan de achterkant zit, meenemen. Daarin zitten weer 10 fragmenten van 1 andere poster. En als jij uiteindelijk die poster weet te vinden, verdienen jullie geld voor de pot. €2000. Totale speeltijd, 20 minuten. Veel succes. Dankjewel. Diederik, ik ben de eerste. Oké. Okay. Jouw poster bestaat voor de bovenste helft uit lichtblauw, de onderste helft uit rood. En er staan 2 blauwe cowboylaarzen op. Duidelijk? Ja, duidelijk. Bovenste helft lichtblauw, onderste helft rood. Klopt. Ik ben bezig. Ik probeer alles te zien. Ja, het waren allemaal hele typische posters die ook op elkaar leken. Omdat het natuurlijk allemaal cowboy, wild west is. Ik heb hier... Staat het woord cowboy op? Ik heb geen woorden. Ik heb geen tekst. Oh. Alleen plaatjes. Oké, bovenste helft lichtblauw, onderste helft rood, dat is het belangrijkste, hè? Ja, en onderop staan dus 2 grote cowboylaarzen. Donkerblauw met donkerrood. Op de... Ja, hebben ze. Is de tweede? Ja. Hij mag geen letters zeggen, geloof ik. Hij ziet geen letters. Oh. Okay. Geen letters. Wie is de volgende? Thomas. Loop maar, hè. Hé, hey, Thomas, ik kan je alleen kleuren geven en plaatjes geven. Ik hoop dat de rest dat nu ook gehoord heeft. Deze poster is lichtblauw. Onderop staan cowboylaarzen, een zweep, handschoenen. En bovenop een soort banier, een witte vlag met 2 paarse sterren erop. Het is een lichtblauwe poster met hoefijzers onderaan. En boven een banier, wat stond daarop? Nogmaals, Thomas, ik heb geen teksten. Er staan wel 2 paarse sterren op. En onderaan bij die hoefijzers zit ook een zweep. Een handschoen is echt een cowboy tafereeltje. Ja. Eigenlijk dachten we wel, dit gaat ons lukken. We zijn niet herder gefrist en we hebben te weinig geslapen, maar we moeten gewoon tempo maken. Hey, geef maar, ga maar meteen lopen, hè? Kom maar. En dat lukt ook. Edith, ik ben het, Ima. Wat heb je voor me? Oké, ik heb een poster die voornamelijk wit is. Bovenin is die rood. Onderin zitten blauwe cowboylaarsjes. Van ongeveer 1 centimeter of 4 groot. En het is echt red, white en blue, moet je denken. Ik denk dat ik hem heb. Onderin blauwe cowboylaarsjes, voornamelijk wit. En als het goed is heb je... Horizontaal, 3 strepen, 3 sterren en weer 3 strepen. Klopt dat? Perfect. Got it. De opdracht ging bijzonder voorspoedig. Sorry. Diederik, met Jeroen. Hey Jeroen, ik heb hier een grote ondergaande zon. Voor de ondergaande zon staat een cowboy te paard. En er staat een grote ja-knikker op. Ik zie hem denk ik al. Diederik heeft dat, ik kan niet anders zeggen, gewoon briljant gedaan. Ja, ik heb hem. Ik werd meteen, wop, naar de goede poster geleid. Eigenlijk appeltje-eitje. Oké, kom maar. Jochem, ik heb een poster die voornamelijk donkerrood is. Met oranje. Wat erop staat is een stier die aan het bokken is. En bovenop zit een cowboy die niet van zijn rug afgelanceerd wordt. Hij staat voor een grote zon. En er staat ook nog 2 kleine cactussen op. Nog een keer? Ik kom niet vinden. Donkerrode
Ik kan het gewoon niet vinden. Ik dacht, nee, wacht even. Ik moet dit nu vinden. Bovenste twee derde, dat is een oranje lucht. Met een grote witte zon ervoor. En daarvoor staat een stier van donkerrood. Ik kon het niet zien. Ik wist het niet. En die stier staat voor een lucht van oranje. Nee, wacht even. En er zit ook nog een zon bij. Ik pak gewoon iets. Ik ga door. Ik zie hem niet. Het duurt te lang. Oké, dus wat ga je doen? Je gaat nu de... We gaan gewoon door. We gaan de volgende pakken. Oké. Okay. Nee, kom maar door. Dus jij wil een nieuwe poster horen van mij? Diederik, ik ben er weer. Oké. Okay. Susanne, ik heb een poster... Waar zo'n koeienschedel op staat, die je ook langs de weg vindt. Donkerrode stier. En wat donkerrode bij ons heel grond. De uitleg was bij ons heel helder. Ja. Ik vond het gek, omdat ik dacht, Diederik omschrijft die posters echt superhelder. Als echt een radioverslaggever die een plaatje voor zich ziet. Ja, ik heb hem. En dat perfect weet over te brengen. Lekker bezig. Dus dat je dat niet kunt vinden. Ik vond dat raar. Ik weet niet, het zal mijn fout zijn. Ik zag hem gewoon niet. Ja. Maar je het. Thomas hier. Thomas, jij gaat op zoek naar een bruine poster. De bovenste 1/3 wordt gevuld door een booskijkende witte stierenkop. En er staan heel veel sterren op de poster. Oké, en zijn dan ook pistolen erbij of niet? Nee, onderin zit wel nog een ander stierachtig ding. Maar dat is helemaal onderin, onderste 1/3. Dan klopt dit niet. Wees dat helemaal. Ima hier. Ik moest even het zeker weten. Maar je hebt hem zeker. Heb jij zijn? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Ima, jij gaat op zoek naar een poster waarvan de onderste helft donkerrood is. En het is een cowboy te paard met een lasso. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Diederik deed het heel goed. Ebbes. Ebbes. Eerlijk gezegd heb ik niet het idee dat er... Jongens, volgende! ...gemold is. Zo, dat snel. Diederik met Jeroen. Jeroen, ik heb een hele kunstzinnige poster heb ik voor je. Heel veel zwart met een rode tekening erop. Een bokkend paard met een Amerikaanse vlag erbij. En er zitten allemaal witte sterren op zijn silhouet, op het paard. Ja, ik heb hem. Ik heb eigenlijk bij de anderen niet iets kunnen ontdekken dat zij moedwillig de zaak hebben gesaboteerd. Ja, Jochem hier, kom, nog maar een keertje. Iedereen was verbrand om weer geld in de pot te brengen. Wit en loopt naar de onder- en de bovenkant uit naar blauw. Ja, wacht, ik denk dat ik hem heb. En een cowboy natuurlijk. Dus iedereen had 2 posters op Jochem na. Dus in totaal waren er 9 van de 10 posters gevonden. En dus ook 9 van de 10 enveloppen meegemaakt. En in die enveloppen zaten weer stukken van een andere poster. En die moesten mijn collega door elkaar husselen om daar een goede poster van te maken. Dit is een laars. Bovenkant van een laars. Oh ja. Dit is dan dit. Onderkant van een laars. Kijk, dit. Ja. Plak hem vast. Plak hem vast. Hier, dit moet hier. Hier nog een bovenkant. Ja, top. Die daar? Ja, nog een stukje laars. Deze gaat hier? Ja. Nou, toen moesten wij dus die poster omschrijven aan Diederik. Diederik kreeg daar 2 minuten de tijd voor. En dat was heel erg belangrijk, want als hij binnen de 2 minuten het zou vinden, ja, dan was de opdracht geslaagd, hadden we 2000 euro. 1, 2, 3, 4, 5. Maar ja, is er niet? Wat is er niet? Waren er allemaal 2 enveloppen? Ik had er één lege. 1 lege? Ja, lege. Oh, die was niet goed. Nee. Kijk, ik zie wat het is. Oké. Okay. Oké, Diederik, ben je er klaar voor? Ja, go. Oké. We zoeken een poster die roestbruin is qua achtergrond. Bijna donkerrood. Roestbruin achtergrond met 2 cowboylaarzen erop. Met bestaande uit wit. Nou, ik zou het lichtblauw willen noemen. En bruine schoengedeelte. En zit er boven een banier of takjes eromheen? Onderin zit een banier en aan de zijkant zit een soort graanpluimen. Graanhalmen. Cap hem. Oké! Binnen no time zag ik daar donkergekleurde poster met daarop lichtblauwe laarzen met een soort granenhalm. En dat kon niet anders dan de bewuste poster zijn. Zullen we kijken wat erin zit? Dus kijken. Ja, dat kan niet missen. Kijk eens. Dit is fijn. Dit is
is toch weer zo. Dit is fijn. Jeetje, je potten is bijna verdrievoudigd. Mensen. Heel goed gedaan, man. En met 3 uur slaap, jongen. We hebben gewoon 7/8 van onze heerlijke pot hebben we vergokt. Dus die 2000 euro in één keer, dat was wel heel erg welkom. Na het verdienen van de 2000 euro en het spekken van de pot gingen we de wagens in en moesten we naar ons eindpunt. Onderweg moest ik heel erg denken aan de mensen die deze weg in zijn geheel hebben afgelegd en niet slechts 16 kilometer. En dat vond ik best wel heftig. 5 maanden om van de een naar de andere plek te komen. In de hoop een betere plek te vinden. En om leven te kunnen opbouwen voor hun gezinnen. Het is geen malse reis. Kilometer haalt het natuurlijk niet bij de 3200 kilometer die echte mensen afgelegd hebben in 5 maanden. Maar toch, het was voor ons behoorlijk heftig. Jullie zijn er. Gefeliciteerd. 16 kilometer van de Oregon Trail getrotseerd. Jullie hebben onderweg geschoten. Dan moet nog even de administratie voor plaatsvinden. Jullie hebben de roos geraakt. En dat was geld waard. Maar liefst 6 keer hebben jullie raak geschoten. Okay. En dat betekent 600 euro voor de pot. Hij vertelde ons dat van de 120 schoten die wij gelost hebben, 6 in de roos waren. Klinkt als niet veel, maar het was erg moeilijk en we schoten bijna allemaal voor het eerst. Dus nou ja, 600, al het geld is meegenomen. Voor wie is het? Het is ook moeilijk om een roos te raken. Alsjeblieft, meneer de penningmeester. Ja. Nou, het geld is binnen en jullie zijn ook mooi op tijd binnen voor de test en executie. Bereid je daarvoor? Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Ik ga nog steeds voor Diederik. Ik vind Diederik altijd verdacht rustig. En ik vind dat toch altijd wel een teken van of je bent heel beheerst of je bent gewoon de mol. Ik wil dan ook een plaatsje op de eretribune voor Sanne reserveren, omdat ik heel erg het gevoel heb dat ik haar zo niet verdenk dat het bijna dom voelt. En daarbij is Jochem nu mijn top 3 binnengekomen, omdat ik vind dat hij af en toe zulke rare dingen doet en is hem zo schichtig gedraagt. Als dit gaat zoals ik denk dat het gaat, dan ga ik dus regelrecht naar de finale. En dan moet het niet zo zijn dat ik net voor de finish struikel. Wat een vergelde actie zou kunnen zijn. Dus dat was ook meteen het moment dat ik besloot om mijn vers gebrande joker niet in te zetten. Ik ga joker sparen. Dat is de enige manier om uiteindelijk te overwinnen. Ik heb niet veel mensen zien mollen of mensen verdacht zien doen bij deze Oregon Trail. Dus ik hou het maar bij mijn vaste verdachte. En omdat ik vrij onzeker ben, ga ik absoluut mijn joker inzetten. Ik vind het gevaarlijk om Emmanuelle niet te verdenken, maar ik verdenk haar echt niet meer. Dus ik ga voor het eerst invullen, de verdachte is een man. Hij ligt te goed in de groep. Hij vindt alles even leuk. En oh, zal ik hier helpen, zal ik daar helpen? I don't buy it. En stel je voor dat hij niet de leugenopdracht had gewonnen, dan had ik hem volledig vertrouwd. Maar als je zo erg kan liegen, ik vergeef hem dat gewoon niet. Jochem is zo'n oneindig leuke goedzak dat je hem gewoon niet kan verdenken. Hij is aardig, hij is vriendelijk, hij rent zich helemaal kapot, maakt onderweg allerlei foutjes. Maar ja, je vergeeft het hem gewoon. Dat is even te gek als je de mol bent.
afgelopen keren was het telkens hetzelfde liedje. 3 keer achter elkaar kreeg een vrouw een rood scherm. En dus is de tussenstand nu 4-2. Emanuelle, Sanne. Wat dat betekent voor jullie kansen kan onze wetenschapper Diederik jullie straks ongetwijfeld uitleggen wanneer jullie het hem vragen. Moet hij wel een groen scherm krijgen. Net als jullie. Diederik. Let's dance. Sanne. Mevrouw Emanuelle. Jeroen. Het was te gek. Het was echt fantastisch. Wat een geweldige reis heb ik gehad. En ik hoop dat jullie echt nog heel veel te gekke dingen gaan meemaken met z'n allen. En we zien elkaar in Amsterdam. Toch? Ja. Het is niet eerlijk. Voor mij had iedereen mogen gaan, behalve Jeroen. Het is my buddy. En ik ga hopelijk tot het bittere einde, tot het gaatje. En ik ga er hopelijk ook met de pot vandoor. Ook uit naam van Jeroen kijken in de vechten. Nou, cool. Geniet van Nederland. Ja. Dankjewel. Jeroen, het is voorbij. Ja, jammer. Zag je het aankomen? Nou ja, ik had niet zo goed gevoel bij de test. Dat sowieso al. Want ik dacht, er waren te veel vragen waar ik het antwoord niet op wisten waarbij ik moest schokken. Het eerste wat je zei toen je een rood scherm kreeg was, wat was dit fantastisch. Ja, maar dat was het ook. Het is een te gekke reis geweest, want elke dag begon er weer een nieuwe film waarin we met z'n allen de hoofdrol speelden. En ik kan me nu al niet eens meer bedenken wat we allemaal gedaan hebben. Echt fantastisch. Ja. We zijn halverwege de reis, je bent dus echt wel ver gekomen. Ja. Ja. Maar ja, het is ook nog niet in het zicht van de haven. Nee, zeker niet. Nee, dat is ook zo. Maar wat je zegt, ik ben blij dat ik het zo ver geschopt heb. Het is jammer dat je hem weg moet. Ja, dat vind ik ook. Ik meen het oprecht. Ja. Je hebt een goede reis. Dank je wel. Tot gauw. Ik ga even zeggen dat ik het jammer vind dat het niet een van jullie is die naar huis ging. Die het meeste geld voor de pot verdient, krijgt een privilege. Doodeng. Toen bleek
dat wij gras mochten maaien. Je doet niks, Jochem. Hij is niet naar beneden. Waar is Jochem mee bezig?